Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Aan het begin van de avond zijn er in het oosten van het land enkele lokale buien. Naarmate de avond vordert, neemt de bewolking geleidelijk toe. Langs de kustlijn is er kans op enkele geïsoleerde buien. In het binnenland en voornamelijk in het zuidoosten is er kans op onweersbuien. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, gedurende de dag, is het lokaal winderig en blijft het kustgebied overwegend droog. Ten oosten van Centraal Suriname en het binnenland is er kans op enkele lokaal lichte tot matige buien, soms gepaard met onweer en of windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er in het binnenland kans is op enkele kortstondige zware onweersbuien die gepaard gaan met windstoten.